Hey, welkom in deze nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over de vraag: moet je vaccineren of beter niet gevaccineren? En vooral, ik ga je geen antwoord geven op de vraag, maar ik ga je wel tonen wat de lessen zijn voor je ziel. Nu, vaccineren of niet vaccineren, wat maakt het eigenlijk zo moeilijk is om een keuze te maken voor jezelf? Dat is de eerste vraag die je moet gaan stellen. Want dat is verbonden met de hogere les die jouw ziel kan leren en aan het leren is. Tegenwoordig wordt je overstelpt door verschillende berichten en boodschappen over het coronavaccin. Of je het nu wilt of niet, zowel in het kamp van de voorstanders zal je gechannelde berichten terugvinden als in het kamp van de tegenstanders. En net door de overvloed aan informatie vanuit verschillende invalshoeken, dus wetenschappelijk, meningen van familie, vrienden, buren, kennissen, media, spirituele wereld, sociale media, noem maar op, worden we eigenlijk meer geconfronteerd met twijfel en onzekerheid, nog meer dan ooit tevoren. En de vraag is natuurlijk, hoe weet je nu welke keuze je moet maken? En de meesten stellen de vraag, wat is de beste keuze? Nu, verschillende klanten en volgers blijven dezelfde vragen stellen aan mij, want ze krijgen boodschappen te horen als door vaccinatie wordt je ziel uit je lichaam gerukt. Wat niet correct is, want moest je ziel uit je lichaam gerukt zijn, dan zou je overlijden en zou je hier niet meer rondlopen. Een andere, door vaccinatie verandert je DNA. Ja, dat klopt voor een deel, maar ook niet helemaal. Door vaccinatie verlies je de controle over de persoonlijkheid. Of anderen, als je niet vaccineert, ga je dood. Als je niet vaccineert, ben je egoïstisch. Je hebt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de rest van de bevolking en noem maar op. Ik zal waarschijnlijk ook wel nog een heleboel andere meningen en boodschappen gehoord hebben. Maar het is net die onduidelijkheid, die extra twijfels en onzekerheid die zich verspreidt onder de mensen. En dat is een van de redenen waarom ik besloten heb om hier ook een duidelijk antwoord op te geven vanuit een hoger bewustzijn. Wat trouwens een bewustzijn is, waar het elke ziel toegankelijkheid tot geeft, als je het nodige werk gaat gaan doen. En dus in jezelf en in je bewustwording gaat gaan investeren. Maar daar gaat nu deze video niet over. Nu, wanneer je alle berichten over de vaccins en zo erop naleest en de video's bekijkt, dan zal je het met mij eens zijn dat elke boodschap erop gericht is om meer angst te brengen en te verspreiden. Dit op zich is een signaal dat de boodschap niet gechanneld of doorgegeven is vanuit een hoger bewustzijn, namelijk vanuit eenheid. En het maakt ook niet uit of dat erbij staat Maria Magdalena, Jezus of Aartsengel Metatron. Iedereen kan tenslotte een naam die ze kennen schrijven bij gelijk welke tekst. En het maakt ook niet uit over welk hoger bewustzijn het dan gaat. Dus de eerste les hier weer is, gebruik je onderscheidingsvermogen op een goede manier. Leer het gebruiken om te weten of de informatie vanuit een zuivere bron komt en bovendien op een zuivere manier weergegeven wordt. Energieën vanuit eenheid zullen nooit zeggen wat dat jij moet doen, wat dat beter is, wat dat niet beter is. Want op dat punt dan betekent dat dat ze eigenlijk dan interfereren onmiddellijk met de vrije wil van elke ziel hier op aarde. Nu, er zijn wel energieën van een lager bewustzijn die zich soms voordoen als een hogere energie. Alleen die lagere energieën leven nog steeds in de dualiteit en zijn dus enkel en alleen gericht op het uitoefenen van macht en controle. Dus lees of hoor je iets en wordt je angst aangewakkerd, erken dat dan dat die angst wordt aangewakkerd en laat de boodschap los. Dat is tenslotte niet de waarheid die je wenst te manifesteren. Dat is niet de informatie en hetgeen wat je wilt ervaren in jouw realiteit. Een tweede inzicht die ik wens mee te geven is het volgende. Het klopt dat vaccineren, en dan gaat het niet alleen over dit vaccin, maar dus het vaccin je volledig systeem zal en kan beïnvloeden. Want, dat is eigenlijk ook zo met alles wat dat niet eigen is aan je lichaam. Gaande van het drinken van frisdranken, eten van suiker, tabak, drugs, alcohol, medicatie en noem maar op. Elke stof die niet in zijn natuurlijke vorm wordt opgenomen, kan per definitie giftig zijn en een negatieve werking hebben op je lichaam en dus ook je energiesysteem. Een natuurlijke plant kan genezend werken, maar kan in een te grote hoeveelheid dodelijk zijn voor je lichaam. Dus besef dat elke genezende plant of elk genezende stof de eigenschap in zich heeft om dodelijk of giftig te zijn. Want dat maakt nu eenmaal ook deel uit van de dualiteiten in deze wereld. En dus ook daar mag er balans en moet er balans zijn. Bovendien, wanneer dat je systeem door bijvoorbeeld vaccinaties verstoord is, weet dan dat wij als energie veel krachtiger zijn dan wat ze ons willen laten geloven.
Wij hebben de kracht in ons om elke negatieve invloed te transformeren en te transmuteren. En daarvoor schreef ik ook het boek 96 Vlammen, waar dat ik je leer om door eenvoudig af te stemmen op de vlammen, je de mogelijkheid hebt om je eigen healer te zijn. Want daar gaat het in deze video nu niet over. Hè. Maar zo kom ik tot mijn derde punt. Ik wil je erop wijzen dat alle berichten gericht zijn, of dat het nu voor of tegen vaccinatie is, alle berichten zijn gericht om jou te laten geloven dat er iemand of iets is dat jou controleert en jou probeert te onderdrukken. Dat er een macht is die groter en krachtiger is dan wat jij bent of ooit zou kunnen zijn. En dus hier bewust over worden is de sleutel aan jouw zielsgroei en is de sleutel aan jouw vrijheid. Voel het, weet het, geloof het en je hebt de belangrijkste les in dit volledige pandemie- en virusverhaal geleerd. Dus ongeacht in welke richting het werkt, pro-vaccinatie of tegenvaccinaties, beide boodschappen hebben hetzelfde doel. Namelijk angst verspreiden en hiermee jouw kostbare levensenergie ondermijnen. Dus besef dat, integreer dat in je volledige zijn. We hebben de kracht om negatieve effecten van vaccinaties te transmuteren, te neutraliseren, door onder andere te werken met de universele vlammen. We hebben de vaccinatie op zich ook niet nodig om immuun te zijn voor gelijk welk virus. Want ons lichaam herstelt zichzelf wanneer je het in de goede richting duwt. Dus het is aan jou de keuze om die keuze te maken die aansluit bij jouw waarheid en bij jouw bewustzijn. En je hoeft mij volledig totaal niet te geloven met al de dingen dat ik je nu verteld heb. Ook dat is jouw verantwoordelijkheid en jouw keuze. Maar laat ook niemand, dus ook mij niet, jou overtuigen wat dat jij zou moeten doen. Luister naar jezelf, luister naar je lichaam en mijn poesie bevestigde mijn boodschap. Maar luister naar jezelf, luister naar je lichaam, luister naar je hart, zodanig dat je weet welke ervaring en les dat je ziel wenst te leren. Zo, ik ga het hierbij houden. Als er één iets is dat ik hoop dat je hieruit mee oppikt, is dat je één niet meegaat in deze nieuwe golf van angst. De waarheid ligt hem altijd ergens tussenin. Dus er is voor niets een goede beslissing, een beste oplossing. En wat voor mij een goede oplossing of de beste oplossing voor mijn hoogste goed is, hoeft daarom niet die van jou te zijn. Dus ook daar, luister alsjeblieft naar jezelf. Zo, dat was voor deze video. Even een korte intermezzo, een korte mededeling. Mocht het zijn dat je interesse hebt in mijn boek, dan ga ik de link onderaan meedelen. Ook de manier waarop we elkaar samenwerken vind je terug in het box hieronder. En dan zie ik je in de volgende video. Daag!